buiten, hè, meisje. Alweer een jaar en een dag. Hé, hey. Hé. Hey. Ze is vandaag precies een jaar en een dag bij ons, hè. Ze zitten dus nu weer gewoon in deze kooi. Nee, er ligt hier een draakje zitten hier. Maar ik heb de kooi helemaal ontmanteld. Mag ik wel messen? Een hele goede middag allemaal. Mijn naam is Karen Stammer van de Werf. Mijn man die heet Roderick Stammer van de Werf. En het is vandaag alweer woensdag 15 juli. Het is 11:50 geweest in de middag. Ja, ik ga mijn schoenen verder aan doen. En dan ga ik lopen met Lady. Want Roderick is al met het zusje aan het lopen. Dus wij wensen jullie heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ik ga lekker lopen met Lady. Hey, ja. Hey, kom maar. Ja, wachten. Wachten. Dit, hey. Wachten. Blijf. Ja. Heb jij open over mij doen? Kom maar. Open. Zo. Grote meid. Hou van jou. Ja. Ja, ga je mee? Kom. Goed zo. Keurig. Nou, en ik ga dus nou lekker lopen met Lady. Helemaal goed. Helemaal prima. Helemaal wuis. En dus ik ga nu ook lekker even weer Roderick bellen. Ja, ook helemaal prima. Ja, toch. Niet dan. Het is lekker weer. Het is niet koud. Het is niet warm. Gewoon lekker. Buiten, hè, meisje. Alweer een jaar en een dag. Hé. Hey. Hé. Hey. Ze is vandaag precies een jaar en een dag bij ons, hè. Jij. Vandaag precies een jaar en één dag. Joepie. Ja, het is jaar en dag. Hè? Huh? Het is jaar en dag. Nee. En ze is 2 jaar. Maar ze is hier dus nu vandaag 1 jaar en 1 dag. Ja, dat is jaar en dag. Ja, precies. Dat is eigenlijk zeggen een eeuwigheid. Ja. Lekker, hè. Ja. Lekker, meisje. En Lady gaat lekker het weekend met mij mee. Hey. Nou, oma. Kijk me aan en weer terug. Ja, ja. Ik ga wat doen voor jou. Even, vind ik leuk. Lekker, lief. Wat vindt ze zo lekker? Likken ook. Ja? Het is echt een babytje, hè? Het hele scherpe nagel. Pas je op dat je niet uitvalt. Nou, en dan moet jij even oppassen. Ja, dat is eruit, want dan gaan ze die nagels in mijn hele lijf. Lief, hè? Kom maar, Jen. Ajen! Ja, nou, ik zit dus nu nog lekker binnen, thuis. Vlog is nu aan het renderen, slash editen aan elkaar, via het programma. En dan ga ik zo meteen even naar Galgal toe, want vrijdag is een kennis van ons jarig. Maar dan hebben we dus ook al bezoek, dus morgen gaan we er al naartoe. En dan ga ik even alvast een leuk cadeautje voor hem halen. Ja, dat is leuk. Dus dat ga ik zo meteen gelijk even mooi doen. Ik zit nu nog even met mama aan de telefoon. Mama bel ik zo meteen denk ik nog even via mijn telefoon. Maar ik moet ook vloggen, dus ja, hè, even weer even ophangen en dan weer terugbellen. Je kent het wel. Als je dus met je telefoon vlogt, ja. Dus dat, dus nou ja. Lekker bezig en dan lekker tas inpakken alvast voor het weekend. Want ja, ik ga dus het weekend lekker naar mijn moeder toe. Wat ik al eerder zei gisteren volgens mij. En ja, even... Knuffeltje geven. Hey meisje, kom eens hier. Kom eens hier. Hallo, kom eens hier. Kom eens hier. Hey meisje.
Hey. Kom hier, kom hier. Oh, nee, dan niet. Kom jij knuffeltje dan doen? Kom eens hier. Kom, 1, 2, kom hier. Kom hier. Nee, knuffel, kom. 1, 2. Kom dan, kom dan. Beauty, kom, beauty. Koek, koek. Kom dan, kom eens hier. 1, 2. Kom, 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 kom. Ja, kom, 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 kom. 1, 2. Ja. Dat is toch wat je wil, lekker even aandacht, hè? Oeh, vandaag precies een jaar en één dag bij ons. Jee. Hm? Je hebt het lief. Dankjewel. Kou voor jou. Kou voor jou. Ja. Dus dat. Dus ik ga zo meteen even lekker naar de winkels. Eventjes een krootje halen. En komt het wel weer goed. Dus jullie horen en zien mij nog wel. Ja. Ik ben weer thuis. Ik heb een hoop spullen gekocht. Kijk maar achter mij. Ja, deze tas. Zit helemaal bomvol. Ja, is leuk. Maar ik ga weer wat anders doen. Ja, ik heb even wat informatie gewonnen bij de dierenspeciaalzaak. Takkies dure vreugd. Dankjewel voor je informatie. Daar ga ik zeker wat weer wat mee doen. Dus dat ga ik jullie ook laten zien. Dus kijk even lekker met me mee. Gezellig. Ze zitten dus nu weer gewoon in deze kooi. Lady ligt hier en draakje zit hier. Maar ik heb de kooi helemaal ontmanteld. Mag ik erbij, meisje? Deze kooi ga ik weer leeg even helemaal. Die ga ik opnieuw hervullen met zaagsel. En dan wordt dit hun nieuwe kooi. Want de cavia's, die zijn geen klimmers. Die zijn laag. Dus, en deze kooi is groter en hoger dan die andere kooi die ik net aan jullie liet zien. Ja, dus ik ga deze eerst even legen. En dan laat ik het zien hoe groot deze is en wat het verschil is ongeveer. Misschien scheelt het niet heel veel, maar het scheelt wel wat. Als ik het zo doe, dat is één kant, hup. En dat is kant nummer 2, het scheelt niet heel veel. Nee. Ja, misschien een kleine centimetertje. Ja, een kleine centimeter, maar kijk, en hier is ook een kleine centimetertje hoger. Hup. Dus ja, dus dat. Kijk, hij is een kleine centimetertje hoger. En het scheelt hier maar een kleine centimeter. Dus hij is wel ietsje groter. Heel klein beetje. Maar ja, maakt niet uit. Zo, deze bodem is al gedaan. Dan heb ik hier iets heel moois. Ja, maar het huisje staat een beetje te vol. Maar ik heb ook wat leuks gekocht. Deze is voor Roderick. Als je hem gaat gebruiken, hoop ik wel. Heb ik hem hier zelf in blauw. Ik vond hem nou wel leuk. Dat dit is 1. Die was weer een beetje op. Dit is nummer 2. Moet 2 naar beneden. Dan heb ik hier nummer 3. Die moet hier blijven. Of 1 van deze 2. Ik heb er nog eentje gekocht. Hoop ik nou wel de goede maat. Hè? Ja. En dan heb ik nu ook nog eens wat gekocht. Deze moet ik dus helemaal kapot knippen. Want daar ga ik iets mee doen. Ho, scherp stellen. Kom op, scherp. Scherp. Juist, hè. Deze moet ik dus kapot knippen en daar ga ik nog wat mee doen. Maar dat heeft dus weer te maken met Roderick. Ja. Deze heb ik gekocht. Vind ik wel fijn. Deze, dit is een cadeautje voor een kennis van mij. Die is vrijdag dus jarig. Heb ik ook nog eens wat anders gekocht. Dat is deze. Dus dat zal ik ook benieuwen. Die neem ik het lekkere weekend gelijk lekker mee. 1 rol is dus voor onze dames. En de 2e rol die neem ik lekker mee voor Rijka. Ja. Heeft Rijka ook wat lekkers. Yes. En dan heb ik nog deze erbij gehaald. Ja, en dus in plaats die bij de winkels heb ik zelf. En, nou ja, jullie zien het waarschijnlijk al. Een groter huisje voor de dame en heer. Hoop ik dat ze er ook nu wat meer bij kunnen. Hartstikke mooi. Dus die kan ik nou dus niet meer in. Nou ja, de prijs die zien jullie, maar dat maakt niet uit. Zo, die is er vanaf. Wat staat mooier hier? Die is wel mooi, hè? Zo, hè? Of zal ik hem hier neerknallen? Ja. Nee, ik knal hem gewoon lekker weer hier neer. Hartstikke idee.
Of zal ik hem zo neerknallen? Nee, want dan heb ik dus geen zicht meer op de jongens. Op de jongens, op de dame en heer. Zo. Ik vind deze toch wel leuk. Ja, want nu hebben ze zo'n klein hoekje. Dus dat ga ik daar lekker in doen. Ja. Dus jullie zien dus zometeen het eindresultaat. Zo, ze zitten alweer helemaal in een nieuwe huisje. Helemaal. Hi. 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 Het is mooi, hè? Nieuw huisje. Hi, schat. Hi, kind. Ja, kom maar, hoor. Ja, kom maar. Lekker, hè, zo'n nieuw huisje, meisje. Helemaal ontdekken, hè. Is lekker, hè. Hi, Goldie. Ja, en dan kan je ook gewoon lekker open, hoor. Klimmen mag van mij. Ja, hoor, man. Ja, nou hebben jullie veel helemaal meer ruimte. Ja. Dat is mooi, hè. Ben je er blij mee? Ben je er blij mee? Beter, hè? Ja, dit is beter, hè, meis? Oh, heerlijk. Ja, en toen lag je meneer lekker achter mij. Lekker, hè? Je weet het ook wel weer te vinden, hè, vent? Hé. Hey. Hé. Hey. Ja. Mag wel. Mag wel, of vent. Ja. Ik hou van jou. Ja, ik hou van jou. Ja, prrr, ik hou van jou. Ja. Oeh, krijg ik kusjes. Oh, dankjewel. Ja, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Nee. Nee. Je hebt schuurpapier, wist je dat? Nee, nou dan weet je het nu. Hoe komen jullie nou weer aan het tennisbal dan? Heb je het naar je zin, vent? Heb je het naar je zin? Ja. Jij ook? Goldie? Jij? Zo! En de twee zusjes en die zijn weer een beetje gek aan het doen. Hè, moet kunnen. Echt wel. Nou, hier. Even voetballen. Nou, dat is. En we hebben Draakje nog even in de vlog. En we hebben Lady weer in de vlog. Haluit, ja. Je bent lief voor meisje. Ga jij mee naar oma, hè? Jij, je gaat mee naar oma. Ja, je gaat mee naar oma. Ja. En maar daar blijf je niet, hoor. Nee, je gaat ook weer mee terug. Ja, echt wel. Ik hou van jou. Ja. Ja. Ik heb wat gekocht voor de hondjes. Dat is dit. En ik ga eens even voorlezen wat er allemaal in zit. Aanvullende diervoeder voor honden. Samenstelling. Aardappelvlokken, wortels, ei en eierproducten. Ja, je moet er maar even uitkomen.
Lamsvlees 10%. Zetmeel. Courgette 4%. Peterselie ook weer 4%. Erwten. Analytische bestanddelen. Weet niet eens wat het is, maar oké. Eiwit. 17,3%. Vetgehalte. 7,8%. Ruwe celstof. 2,6%. Ruwe as. 5,6%. Calcium zit erin. Dat is 1486 mg/kg. Fosfor. 2450 milligram. /kg. Voedingsadvies. Te voeden als een snack. Niet geschikt voor humane consumptie. Koel en droog bewaren. Tenminste houdbaar tot de referentie van de partij C-Stempel. Nou, C-Stempel zie ik nergens op dit moment. Nee, zie ik niet. Ik ben gewoon blind. Zullen we hem daar maar lekker ophouden? Dus dat. Nou, die ga ik ze nu lekker geven. En ik ga jullie daarmee kijken of ze het lekker vinden. Ik eerst even lekker openmaken. Deze kant. Deze kant lekker openmaken. Want hun ruiken meer dan wat ik ruik. Ik ruik niks. Kijk, nu ruik ik iets. Maar het is niet zo heel veel wat ik ruik. Maar... kijk maar, doctors. Ja. Het is één klein dingetje. Dat is 3. Doe ik de rest even lekker in mijn la. Komt helemaal weer goed. Dames, kijk eens, ik heb wat lekkers. Cookie, iedereen zit. Iedereen zit. Jij ook zit. Ga je daar zitten, serieus? Blijf. 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 Oké, eerst de oudste. Pak dan, Leed. Is goed. Hier. Jij hebben eentje? Nee ook? Ja, en je ziet anderen eten en dan ga en dan hier. Appen. Is voor jou. Is goed. Hier, is goed. Kijk. Nee, hier. Kijk. Alsjeblieft. Is voor jou. Is goed. Hier. Is oké, okay, is voor jou. Zo. Ja, en toen was het nog geen nacht. Nee, echt totaal niet. Het is nu 22:49 om 15/7/2020. Maar ik ga wel deze gezellige, leuke, grappige, humoristische vlog afsluiten. Vind je deze vlog wel leuk? Ik zou zeggen. Oké. Okay. Ja. Nou, wat ik dus wil zeggen. Vind je deze vlog wel leuk? Ik zou zeggen. Doe het duimpje omhoog. Doe het belletje aan. Vergeet dan ook niet te abonneren als je toch bezig bent. En laat ook vooral een leuke reactie achter. Want wij reageren altijd terug. Dus dan zou ik zeggen. Dank jullie wel voor het kijken. Een dikke kus van ons. En tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Doei!